Ik kwam erachter toen ik een nieuw leven wilde beginnen in Amerika, dat ik precies dezelfde mensen om me heen creëerde, bijna identical, met een andere naam erop. Omdat ik mezelf meenam, mijn karma nam ik mee, dus dan creëer je dezelfde soort omgeving. En vaak denken we, als we ergens anders gaan wonen, dat het anders is. Maar als jij niet verandert, verandert je omgeving ook niet. Dan is dat maar tijdelijk, dat is dan de oppervlakte. Als je niet lekker in je vel zit en je gaat naar de Bahama's, je komt op een gegeven moment jezelf weer tegen. Dus daar kwam ik achter. En toen was het wel fijn, toen ik naar Amerika ging, dat ik de ruimte had om te gaan kijken naar mijn leven. Maar ik was ook net met boeddhisme begonnen. En het heeft daar meer diepgang gekregen. In het begin chant ik alleen maar om me beter te voelen. Maar in Amerika moest ik echt aan het werk. Twee, drie, vier, jak, i, sam, se, lok, tjat, pa, kao, sap. Ik, jongens, was weer eens op internet aan het onderzoeken. Ik weet niet, watermachines of ik weet niet wat. En op een gegeven moment ziet hij een filmpje over een vallei in het zuiden van Ecuador. En een week later zit hij in het vliegtuig daarheen. Hij had zoiets van, er is daar iets mee, ik moet er naartoe. Hallo. Green juice. Ik was in het hotel heel druk bezig met de bouw van een nieuw stuk van het hotel. Dus ik had helemaal mijn focus daar niet op. Maar na de bouw had ik zoiets van, weet je wat, ik ga gewoon 6 weken met je mee en ik ga gewoon kijken. Want ik had ook zoiets van, ik voel toch dat ik daar naartoe moet. Uh-huh. En we hebben de kinderen meegenomen. We hebben ze daar op school gezet. Echt. En dat is natuurlijk ook al raar, dat je dat van tevoren al gaat plannen, terwijl je bent nog nooit geweest. Je weet helemaal niks. Dus ik had intuïtief al zoiets van, dit moet ik toch wel serieus nemen. De meeste mensen die dromen alleen maar van, ja, oh, ik zou toch graag wel een keer ooit eens. En ja, maar ik kan niet, want ik heb zus of zo. Er zijn altijd excuses te bedenken waarom je iets in je leven niet verandert. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Alles is een keus. En ik vind het knap dat je met twee kinderen gewoon ervoor gaat. Want die komen ook wel terecht. Ja, ik denk dat het echt een hele mooie ervaring voor hen ook is. Ja. Ja. Ja, een hele mooie ervaring. En ik, zoals ik ze daar bezig zag, want die kinderen veranderen gewoon helemaal daar, hè? Het is hier. Vertel eens, wat zag je in de kinderen? Ja, ze waren gewoon de hele dag buiten. Gaat dus hier langs. Ik heb altijd een hele diepe missiedrang gehad, wat er groot wordt. Als kind was ik altijd al Superman. Ja, ik realiseerde me op dat moment dat ik dus al die gitaren had en dat ik altijd een podium had gezocht om mijn boodschap, wat dat dan ook is, over te brengen. En ik realiseerde me op dat moment dat dat niet ging lukken als ik het zelf niet van binnenuit zou beleven. Dus dat was het moment dat ik dacht, nou ja, oké, dan is het tijd voor een nieuwe stap.
Wat speelde er in jou waardoor jij jouw mooie vrouw en jouw mooie leven verliet? Ik had op een bepaald moment het gevoel, en ik weet nog echt, dat was ook een moment dat dat gebeurde, van hey, ik heb alles bereikt wat ik wilde bereiken. Mijn jongensdroom was uitgekomen. En nog steeds kan ik er niet van genieten. Ik ben nog steeds niet tevreden. En het was een heel raar moment, want ik dacht van nou, ik heb alles bereikt wat ik heb gezocht. Beter dan dit gaat het waarschijnlijk niet worden. En nog steeds ben ik aan het jagen en aan het stressen. En is er gewoon niet die diepe innerlijke tevredenheid en rust. Dat uitte zich bijvoorbeeld in het feit dat toen ons eerste singeltje uitkwam, Break It Up. En dat werd een hit, een bescheiden hitje. En iedereen in mijn omgeving was ontzettend blij. Wauw, we hebben een hit, man. Niet te geloven. En ik was de enige die er niet van kon genieten. Want ik was alweer bezig, de volgende hit moet geschreven worden. En ik was heel serieus daarin. En ik jaagde die meiden ook ontzettend op, Monique en Suzanne. En ik was altijd aan het jagen. Ik naar een meditatieschool, een spirituele academie, Bramme Commaris. En het gekke is, toen ik daar zat, toen ik in die ruimte terecht kwam, in die rust, dat ik ook eigenlijk al wist dat ik dit altijd had gezocht. Het was alsof ik altijd wel had geweten dat het er was, maar ik kon daar geen naam aan geven en geen idee hoe ik daar moest komen. Ik kwam thuis en ik probeerde haar dus uit Monique uit te leggen van wat er was gebeurd. En zij stond er erg open voor. Het was helemaal niet zo dat zij dacht, nou, die is het spoorbijster. Maar ze zag ook wat het met me deed en ze vond het ook heel mooi. Dus ik zei op een gegeven moment tegen haar, nou, ik heb het idee dat ik hier verder in wil gaan. Dat ik dit echt wil onderzoeken. En dus als je het goed vindt, ga ik gewoon even een maand echt helemaal ervoor. Maar dat betekent ook dat ik heel clean wil leven. Dus ik ga even geen jointjes meer roken. Ga niet meer uit. Ik ga geen drank meer drinken. Ik ga vegetarisch eten. Ik ga 4 uur 's morgens opstaan. En ik heb ook even geen seks. Vind je dat goed? Nou ja, het is voor een maand, weet je. Dus zij vond het oké. Ga lekker je gang, moet je gewoon doen. Die maand werd elke keer 2 maanden, 3 maanden, langzaam maar zeker. En toen na, als ik me goed herinner, ongeveer een jaar. Toen was het voor Monique echt klaar. En dat snap ik ook wel, want zij zei, ja, ik wil een man, ik wil geen monnik. Toen was ik van tevoren iemand tegen mij had gezegd van, jij gaat 14 jaar, ga jij als een soort yogi in Amsterdam leven. Dus, weet je wel, celibatair, 4 uur op en al dat soort dingen, had ik het echt niet geloofd. Stuk. Nou ja, dat $1 million gevecht, dat zou dan echt wel gewoon het zijn. En dan komt het niet. En dat $1 million gevecht was, ik kwam erin en ik belde mijn moeder. Toen zei ik, mam, het is niet echt. Het is net alsof het niet echt is. Ik zit hier in een hotel en iedereen werkt voor me. Ik word volgende week met een privévliegtuig teruggevlogen naar L.A. voor een van de grootste shows. En ik heb een chef en een, weet ik wat, iedereen voor alles. Een assistent voor dit en een fitness trainer en een nutritionist en een kok en een weet ik wat allemaal. Ik kon het niet geloven. En in één keer valt het allemaal weg. Boom. En dan ben je weer gewoon Lucia. En dan moet je weer gewoon terug naar het kwetsbare kind. En eigenlijk is dat een bevrijding. En daar vandaan kun je gewoon opnieuw jezelf neerzetten zoals je dat wil. En dat heeft wel tijd nodig.
En daar moet je voor transformeren en daar moet je kwetsbaar voor durven zijn. En daar heb ik mijn tijd in gestopt, hè, om te transformeren, ook dingen, nieuwe dingen neer te zetten. Om door te geven, om anderen te trainen, maar niet en daar ook uit te leren. Om to humble myself. En om een gewoon mens te worden. Klinkt heel vreemd. Maar ik was altijd een extreem mens. Extreem eten, extreem trainen, extreme levensstijl. Alles extreem, extreem. Het is doodstil. Niemand ziet of hoort hem. Plotseling schrikt hij op. Oh, wat is dat? Zijn. Het lijkt er meer op dat iemand heel hard ligt te snurken. Op zijn kleine teentjes loopt hij dapper naar het geluid toe. Een grote harde heuvel gaat zachtjes op. Ik heb op een gegeven moment een burn-out gehad. Ik ben overspannen geweest, overwerkt. Nadat Sam geboren was, mijn vader overleden was. Toen ben ik eigenlijk... heb ik wel heel erg gevoeld van dit is heel erg veel, het werken in combinatie met. Maar op een of andere manier heb ik nog steeds niet de klap hard genoeg gekregen, denk ik, om dan ook daar echt naar te gaan handelen, om de knop om te draaien. Toen ik dit nieuws kreeg, is dat proces verder gegaan en schrik ik af en toe van. Dat ik denk, jeetje, Jacques, 2 jaar geleden zat je eigenlijk al zo van, is dit wel jouw plek? Is dit het leven zoals je het leidt, wat je wil leiden? En daar ben ik ook nog niet helemaal achter. Voor wie of wat ben ik nu nog zo aan het doorhollen, terwijl ik eigenlijk zo goed nu van binnen weet, dit is niet meer wat ik wil. Hoe lang werk je al bij de bank? 7 jaar, denk ik. Eerst werden we met het management bij elkaar geroepen. En daarna alle andere medewerkers, collega's. En we zaten daar met een heleboel mensen in een zaal. En je kon echt een speld horen vallen. Iedereen was helemaal stil. Ja. Ik had dat nooit meegemaakt. Een reorganisatie, sluiting of wat dan ook. En ik vond het echt te vergelijken met een soort begrafenis. Er waren allerlei emoties. Ja, mensen die helemaal stil werden, mensen die boos werden, mensen die verdrietig werden, van alles. Ja, mensen die in paniek gingen handelen heel snel. Ja. Jij kwam thuis en je bent getrouwd, je hebt 2 kinderen. Mm-hmm. Wat kwam er over je heen toen je dat hoorde? Ik was helemaal verbijsterd. Ja, ik had dat totaal niet aanzien komen. Ik lag toch wel in mijn bed even te piekeren van en hoe nu verder? Dat vooral, denk ik. Wat je merkt is vooral, denk ik, het stukje emotie waar mensen heel veel mee te maken hebben. Mensen die al 30, 40 jaar, 25 jaar hetzelfde werk doen. En alle collega's beschouwen als een soort familie. Die zitten nu ineens van, mijn hele familie valt weg en wat nu? Letterlijk door de stad. Ik had een periode ook geen woning, geen huis. En ik sliep overal en ergens. En ik ging heel vaak uit. En dan dacht ik van, nou ja, weet je, ik ga gewoon op zoek naar die connectie. En ik heel bewust liep ik dan een kroeg in. En keek ik mensen allemaal 1 voor 1 in de ogen. In de hoop dat daar dat vonkje dan overging. En... Dat gebeurde eigenlijk heel weinig. Een enkele keer voelde je dat wel. En dan was dat natuurlijk heel prettig. Maar over het algemeen voelde ik me heel erg eenzaam daarin. En ik schreef in die tijd heel veel gedichten. En als ik nu die gedichten teruglees, dan gaat het altijd over een heel diep en sterk verlangen naar verbinding met waarheid. Of verbinding met schoonheid of... dat wat eeuwig is en niet tijdelijk.
was gestopt met mijn studie. En ik had mezelf gezegd, ik ga heerlijk een jaar de dingen doen die ik echt heel erg leuk vind. En met toenmalig Canadees vriendje ben ik naar Thailand gegaan. En ja, het was heel erg leuk, heel veel gefeest. Maar op een gegeven moment had ik zoiets van, ja, ben ik hier om te feesten of ben ik hier voor iets anders? En ik vertelde aan mijn vriendje van, nou weet je wat, ik ga even een dag alleen iets doen. Ik wist nog niet wat, maar ik volgde mijn gevoel en ben gaan wandelen. En op een gegeven moment zie ik een heel mooi pad de berg opgaan. En er was dus een prachtig boeddhistisch tempeltje. En er was helemaal niemand. Maar ik zag aan het prikbord zag ik een formulier hangen. En het bleek dat de volgende dag een 10-daagse stilte-retraite zou beginnen. En ik dacht, nou, dat is het. Daar ga ik me voor inschrijven. Het was net alsof ik een uitgedroogde spons was die echt vol verlangen al die informatie in zich, ja, in zich aantrok, opslurpte. En die spons die werd steeds meer gevuld en gevuld en gevuld en gevuld, totdat ik ja, helemaal voldaan was. Het was echt alsof ik ja, daarnaar had gezocht. En ook alsof ik voor het eerst weer echt thuis kwam bij mezelf. En ja, die tien dagen zijn wel, denk ik, de meest belangrijke 10 dagen van mijn leven geworden. Omdat dat het fundament is geweest van, ja, die verdere spirituele ontwikkeling die nu dagelijks in mijn leven zichtbaar is en die waarschijnlijk nooit gaat stoppen. Maar dat is een ja, stevig fundament geweest. Je knie holt vast. Je rechterarm gaat omhoog. Je linkerarm naar beneden. Verleng twee kanten op. Met links naar beneden, met rechts naar boven. Ja. Tenen zijn ontspannen. Je brengt je armen en je benen opzij. Mijn ouders zijn natuurlijk, we hebben natuurlijk altijd echt op één hoopje gezeten met het hele gezin. En ja, nu gaat er eentje opeens naar Ecuador. Waar hebben we het over? Weet je wel, dat is toch echt buiten hun wensen. Weet je, het is voor hun best wel een fatale beslissing, hè? Ja, bijna wel. Ja. Nou, ik weet zeker dat ze bijdraaien, hoor. Als ze zien dat het helemaal niet zo extreem is als dat het lijkt nu. In familieopstellingen, als iemand naar het buitenland verhuist, is dan een soort dood in de verhouding van de familie. Mm-hmm. Ervaar je dat ook als een... Nee, ik kan me wel voorstellen dat mijn ouders dat zo ervaren. Hey Ruud, met Carolien. Hoi. Hey, heb jij even tijd om naar de fitness te komen? Ik moet even wat bordjes ophangen daar. Ja? Oké, doe. Je laat nu eigenlijk je vaste basis achter je. Ja. Wie ben jij zonder deze vaste basis? Het familiebedrijf, dat gaat natuurlijk al een generatie terug. Ja. Dat is toch een identiteit die je om je heen hebt gebouwd. Een vastigheid, een continuïteit, een security financially, maar ook in je mission. Ja. Hoe voelt dat om dat achter je te laten? En ik begrijp dat je terug kan, maar stel nou dat het er echt niet meer is. Nou, dat is een moment van groei, noem ik het maar. Ik ga springen. Ik ga kijken wat er gebeurt. Ik ben benieuwd. Ik voel me wel zeker. Dus ik kijk er naar uit. Naar die sprong. Maar wat er na die sprong gebeurt, ja, dat ga ik ondervinden. Feed in you.
Dus ik stond om 4 uur op en dan ging ik mediteren, meestal een uur. En dan ging ik douchen en dan ging ik om 6 uur ging ik meestal naar een meditatiecentrum om dan les te krijgen. En de eerste paar jaar leefde ik van de royalties van de hitjes die ik had geschreven. Dus het was heel riant. Dus ik kon me gewoon totaal overgeven aan spirituele studie. Ik heb ontzettend veel gelezen en echt gestudeerd. Ik ben ook heel veel naar het oosten gegaan, vooral naar India. Ik geloof dat ik 17 keer in India ben geweest om daar meesters te ontmoeten, yogis te ontmoeten en gewoon in het hemd van het lijf te vragen en te leren van hen. En na een jaar of 3 was het geld op en toen ben ik gaan schrijven voor tijdschriften. Uiteindelijk ben ik voor het tijdschrift Ode ben ik gaan werken. En dat stelde mij ook in staat om de hele wereld over te reizen. Dus ook naar Amerika te gaan om allerlei mensen te ontmoeten die met spiritualiteit bezig zijn. En ook weer van hen te leren. En 's avonds gaf ik heel veel les. Ik denk dat ik gemiddeld wel 3 of 4 keer per week les gaf. Aan een hele aparte groep ook. Ik heb er een soort sport van gemaakt om spiritualiteit, al die moeilijke begrippen die ik uit India leerde, om die terug te vertalen naar hele gewone huistuin- en keukentaal. Zodat politiemensen bijvoorbeeld heel veel lessen geven, of drugsdelinquenten in de Bijlmerbaaiers, dat die dat ook konden begrijpen. En ik vind dat ook heel belangrijk, want spiritualiteit is voor heel veel mensen toch een soort vaag of zweverig of exotisch. En ik heb dat toch geprobeerd om dat heel simpel en praktisch te maken voor mensen. Rookout. Ja. Ja. En wanneer hoorden jullie dat? Een tijd later. Jullie hebben een eigen huis en je hebt 2 kinderen. Hoe is die impact voor jou op die zekerheid van jouw gezin? Dat is... over het algemeen hebben zowel Robin als ik, maar misschien zijn we struisvogels, dat kan, wel steeds het vertrouwen gehad. Wij krijgen wel weer een andere baan, dat komt wel goed. En hij zit er anders in dan ik. Hij heeft ook echt zoiets van, wil weer hetzelfde soort werk gaan doen. Bij mijzelf merkte ik dat er gewoon heel erg een innerlijk proces met mijzelf bezig is. Zelfs zo dat ik denk van, ik wil gewoon minder werken. Ik wil een baan waar ik heel erg... om me goed invoel, het gevoel heb dat het ergens toe doet. Ik zit er wel heel vaak aan te denken. Tenminste, dat komt toch steeds terug om als coach verder te gaan. En dan ga je op een gegeven moment kijken, zou dat financieel haalbaar zijn? Ik heb op een gegeven moment zelfs tegen Robin gezegd, stel nu dat ik de droombaan vind en ik voel me daar heel happy in en dat betekent dat ik vaker thuis ben. En we zouden dan minder verdienen. Hoe zou jij daar tegenover staan? En wat nou... hij gaf daar niet echt antwoord op. Dus op een gegeven moment zei ik van, dan verkopen we ons huis. Nou, dat is absoluut niet iets wat hij zou willen. Dus dat... Mijn zus heeft ooit is overnieuw begonnen. Mm-hmm. Een scheiding.
Het was best heftig. Zij moest dus... ze woonde in Laren. Ze had een heel mooi huis. Mm-hmm. Reed een mooie auto. Ze heeft het achter zich gelaten. En is naar het leger des Heils gegaan. Met 3 kinderen. En heeft daar 8 maanden gewoond. En toen is ze overnieuw begonnen. Ook om weer een woning te krijgen in Amsterdam. Was heel moeilijk. Mm-hmm. Een baan met een opleiding. Nu is ze alleenstaande moeder. Met een goede baan. En bijna klaar met haar opleiding. Maar wat ik me kan herinneren was... en wat me bijgebleven is... de moed die zij nodig had om de stap te maken. En om echt te zeggen... en nu ga ik voor wat ik wil. En voor mijn gezin. Waar ben jij? Hoe voel jij van... ik moet. En ik ga ervoor. Voor het nieuwe leven. Dat wisselt nog. Ja. Aan de ene kant... ben ik er echt van overtuigd dat ik minder wil werken. Maar ik ben nog niet zo in een fase dat ik heel erg aan het uitzoeken ben. Dus in die zin misschien nog wel een beetje in de ontkenning. Hotel Estrella. Staat hier logo? Ja. Mooi hoor. Dit is de nieuwbouw. Dit is net af. Dit is in april gereed gekomen. Zoveel stijl, hè? Dat vind ik zo mooi van jouw hotel. Zoveel detail. Altijd aandacht voor detail. Het is wel... klasse. Ik ben er erg blij mee. Ja? Heb je dat van je moeder of van je vader? Van mijn oma. Oh. Voor dit gevoel, voor dit, ja, hè? Ja, dat is mijn oma. Mijn moeder zegt heel vaak als ze het hotel binnenkomt... ja, dit is echt oma. Wat? Ja. Wat vindt oma dat je gaat? Ja, oma is er niet meer. Maar ze is er wel, maar op een andere manier. Ja, ze ziet helemaal zitten volgens mij. Ja? Oké, gaat. Ja. Als oma goedkeurt dan. En daar is de winkel van Q. De dansschool staat hier. Ja. Lekker. Ja, nou, dat doe je toe, dat rest. Lekker groen en lekker. Lekker, lekker. Ja, groen met antioxidant. Raw Food Revolution. Hier zijn de 2 super green smoothies. Oh, maar is de appetizer eerst dan? Ja, is goed. Het is eerst een klein. Het is een shop. Wat zit hier dan ook weer? En alles wat niet in doorgekookte spinazie met een gehaktballetje en aardappel. Ja, waarschijnlijk in dat drankje, daar zit al in wat mensen doorsnij misschien nog net niet in 2 weken naar binnen krijgen. Zo, dus kunnen we even De zus van Kyung was heel ernstig ziek. Dus Kyung was in snel treinvaart was hij op zoek naar genezing voor zijn zus... die eigenlijk door de reguliere geneeskunde was opgegeven. Want ze had een ziekte waar niks mee te doen viel. Ja. En toen is hij echt gaan onderzoeken. Goed water, goede lucht. Die hele alternatieve hoek, zeg maar. Vanaf dat is hij ook doorgegaan en is hij best heel... extreem verder gegaan in de zoektocht naar optimale gezondheid. Hoe kun je jezelf beschermen? Toen ontmoette Kyung iemand die raw food deed. En daar is je in blijven hangen eigenlijk. En weet je ook waarom hij daarvoor koos? Weer iets nieuws? Nou, hij had elke keer zoiets van, nou, voel ik me hier lekker bij? En als hij zich niet daar lekker bij voelde, dan ging hij iets anders zoeken. Dan ging hij verder op zoek. En hij heeft eigenlijk met raw food heeft hij nog steeds zoiets van... hier voel ik me optimaal bij. Ja. En dat is een graadmeter. Op zich wel logisch. En hoe was dat in jullie relatie? Dus jouw man die wordt toch wel extremist. Dat is een soort van... spiritueel en gevoelig mens voor een ander mens. Hè? Ja, absoluut. Zijn perspectief op het leven veranderde. Ja. Hoe was dat moeilijk voor jou? Dat was heel moeilijk voor mij, maar het was voor mij of ik ga met hem mee en ik blijf zeg maar een beetje op zijn niveau,
of we groeien uit elkaar. Ja. En dat is dus ook een paar keer gebeurd. Voorbereid om te kijken naar je ideale baan. En dat was de eerste opdracht was om te kijken van... goh, je bent 80 jaar en je zit in een bejaardenhuis... en je kijkt terug op je leven. Of van wat wil je dat je in ieder geval beleefd hebt? Of wat wil je dat je gedaan hebt? Ik heb vooral... wil ik terugkijken op dat ik een wijze vrouw ben geweest. Mm-hmm. Dat ik mijn focus op de juiste dingen heb gelegd. Mm-hmm. Van waar draait het in het leven nou eigenlijk echt om? Mm-hmm. En als je het echt over mijn verjaardag hebt, dan zie ik dat voor me dat in ieder geval mijn dierbaren erbij zijn. Dat hoop ik echt. Ja. Dus Robin en mijn kinderen. Okay. Ja, en dat ik de keuzes heb gemaakt of de dingen heb gedaan waar ik blij van ben geworden. Kan je daar wat meer over vertellen? Waar word je blij van? Ik merk dat hoe mijn leven nu is, dat heel hectisch is, heel druk is. En dat vond ik ook bij die andere oefening die jij gegeven had, bij de wondervraag. Merkte ik dat heel erg, het contrast met hoe ik het zou willen of hoe het nu is. Glanne, jij hebt dagelijks te maken met mensen die heel lang in een vak gezeten hebben en die dan ontslagen. Zijn er bepaalde dingen waarvan je denkt van, dat is belangrijk om te weten? Die je misschien mee wil geven? Nou, wat ik heel erg merk is dat met name de oudere mensen... dat die als zij hun baan verliezen... en in deze arbeidsmarkt ben je eigenlijk al... als je 35 tot 40 bent, ben je al oud. Ja. En is het erg lastig om weer aan een nieuwe baan te komen. En met solliciteren is nu een heel groot aanbod van sollicitanten. En je merkt ook dat bedrijven, nou, die krijgen nu gewoon een hele stapel. En als je ouder dan 40 bent, dan lukt het gewoon niet. Heel veel mensen merk ik dat daarvoor dat ze zeggen van, ja, het was geen bewuste keuze. Ik rolde ergens in. Of ik deed het omdat mijn vader dat deed. Dus zat ik ook bij een bank of zat ik opeens ook in de ICT. En nu van, ja, maar wat wil ik zelf echt? En dat is natuurlijk best wel een zoekproces. Het belangrijk is om er echt tijd voor te nemen. Om het ook echt aandacht te geven. Dat het ook een afscheidsproces is van het oude naar het nieuwe. Sjeesden we met man en kinderen de auto in, 6:15 werden ze uit bed gehaald. Terwijl ze nog lekker liep, lagen te slapen. En zetten we ze in de auto en dat was allemaal gehaast en gedoe. En dan zag ik mensen hier in de straat eigenlijk allemaal hetzelfde doen. En toen dacht ik, daar is iedereen, maar ook dus ik, heel erg mee bezig. Maar met dat haasten, je kinderen die maar meegesleurd moeten worden... dat beeld zie ik steeds voor ogen van, er moet iets gaan veranderen. Waar ben je bang voor? Ze zegt dat de echte angst van mensen is doodsangst. Mm-hmm. Ja? Dat is een soort spiraal. Oké, je stopt met werken. Nou, dan krijg je nog een periode betaald. En dan houdt dat op. Dan werkt je man ook niet meer. Komt er geen geld meer binnen. Dan moet het huis verkocht worden. Ja, dan krijg je toch een stukje confrontatie met je ego. Je bent toch een bepaalde status en levensstijl gewend. En dan? Mm-hmm. Dat is je grootste angst, als financiële angst. Mm-hmm. Je angst is uiteindelijk op straat komen te staan. Mm-hmm. En dat is dubbel bij mij. Want aan de ene kant geloof ik heel erg dat als dat gebeurt, dat dat niet voor niks gebeurt. Dan moet ik misschien ook echt weer eventjes heel erg terugkomen met beide benen op de grond. En mensen zijn hardleers, dus dat kan heftig zijn. Niet dat ik zeg dat dat... zo voelt dat voor mijzelf wel. Aan de andere kant kan ik dat nu makkelijk zeggen. Dus daar zit natuurlijk ook wel iets van een angst onder, denk ik. Ja.
Als kind had ik de thuishaven van mijn moeder. Daar kon ik de hele wereld over reizen. Maar dan kwam ik thuis naar mijn moeder. Dat was er altijd. En dat geeft dan een soort rust. Nu vind ik meer rust in mezelf. Dus vind ik ook meer rust in waar ik gewoon ben. Of ik nou in deze auto rondrijd met al mijn superfoods achterin de kofferbak. Dan dwingt het me om me meer thuis bij mezelf te voelen. En dat is fijn. Want hoeveel mensen tegenwoordig niet coach zijn of therapeut of healer of zoiets. En ik bedoel, ik vind het heel mooi hoor, dat mensen die kwaliteiten in zichzelf ontwikkelen. Alleen het probleem is dat elke coach heeft ook weer een cliënt nodig. En elke therapeut heeft ook weer een cliënt nodig. Dus op een of andere manier houden we elkaar hier ook in dit land in stand. In een soort afhankelijkheidsrelatie van guru, leerling of iets dergelijks. En ik denk dat de nieuwe spiritualiteit is dat iedereen gewoon zelf gaat staan. En verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen bewustzijn. En dat we uit het idee stappen dat er iets of iemand, of het nou een mens is of een religie of wat dan ook, die ons gaat redden. Want dat is niet zo. Wij kunnen alleen onszelf redden. Nou, wij kwamen elkaar toen tegen in de meditatieve wereld, om maar zo te zeggen. Dus toen was er geen sprake van een relatie. Maar toen ik er eenmaal uit was, en jij ook, toen kwamen we elkaar weer tegen. En omdat wij natuurlijk dat avontuur samen hadden meegemaakt, toch, weet je. Chris, die snapte als geen ander natuurlijk waar ik doorheen was gegaan. En we hadden dus heel veel dezelfde ervaring gehad, maar we waren ook allebei op een moment in ons leven waarop we ons realiseerden van, nou ja, het leven kan nog rijker worden als we het een vorm gaan geven. Veel praktischer dan dat we tot dan toe gedaan hadden. En er hoort natuurlijk ook een relatie bij. En seksualiteit en al dat soort zaken. In een relatie moet je, you have to compromise, but you don't compromise yourself. En ik denk dat ik dat toch te veel gedaan heb. Dat ik toch te veel behoefte heb gehad om aardig gevonden te worden. En dat ik dat nu terugpak. Van nee, dit is wie ik ben. En dat, als dat niet oké is, so be it. Ja, en dat is best wel moeilijk voor me. Omdat het dan weer is van, als ik voor mezelf kies, houdt het dan weer in dat ik alleen moet zijn. En daar was ik altijd bang voor. Maar ik denk dat je daar naartoe moet. Om echt je te kunnen verbinden. Want het gaat niet om het aan voldoeningen van een ander te voldoen. Maar het gaat erom dat je aan jouw voldoeningen voldoet. Voordat je je met een ander verbindt. Want anders gaat het niet. Dan blijft het een soort van touwtrekken of zo. En om die balans te vinden, ik denk dat dat de grootste uitdaging is voor mij. Ja. Op papier ben je gescheiden. Vertel eens, hoe voelt dat? Ja, daar heb ik eigenlijk geen pijn van. Voor mij is een huwelijk alleen een papiertje. En ja, ik heb met Kyung gewoon een vriendschap die een huwelijk overstijgt, laat ik het zo zeggen. Ja. En of we nou wel of niet samen horen, en dat is eigenlijk niet meer belangrijk. We zijn gewoon echt maatjes voor het leven. Ja, maar toch die scheiding. Ja. Wat heeft dat jou gegeven, die scheiding? Die scheiding die heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik helemaal loskwam van Kyung. Ook omdat we natuurlijk ook geen relatie meer hadden. En ik wilde Kyung ook niet op die manier nog langer aan mij vastbinden. Want ik bedoel, hij moest ook verder. Ja. Want het is natuurlijk een periode, is het wel zo geweest dat we
dat we ieder echt onze eigen weg gingen. Nog meer als nu. En dan is het een beetje raar als je getrouwd blijft, vind ik. Ja. Maar nu, nu toch weer samen? En nu toch weer min of meer samen, ja. Ik heb Kjom natuurlijk in heel veel verschillende stadia van zijn ontwikkeling meegemaakt. En dat is best wel emotioneel af en toe. Als je daaraan terugdenkt. Maar niet verdrietig of... maar gewoon... Ja, die emoties komen dan naar boven. Ja. Wat voel je dan? Dan heb ik met hem te doen. Dus het is pittig wat hij aan het doen is allemaal. Heb je medelijden met hem? Medelijden niet, maar... I feel his pain soms. Ja. Vertel eens over zijn pijn. Zijn pijn, dat hij vaak onbegrepen is. Dat hij vaak alleen voor dingen staat. Sprongen die hij maakt, die hij in zijn eentje moet nemen. Mensen zeggen altijd van ja, maar mijn probleem, mijn individuele probleem, maakt het niet mogelijk of heel moeilijk om te doen wat jullie doen bijvoorbeeld. Hè? En dat snap ik wel heel goed, want sommige mensen hebben het gewoon moeilijker in het leven. En toch denk ik dat het principe wel hetzelfde blijft. Dat iedereen uiteindelijk toch verantwoordelijk ook is voor zijn eigen bewustzijn. En dat als je die verantwoordelijkheid neemt... dat je daar gewoon in ieder opzicht een blijer en krachtiger en stralender mens van wordt. En daarmee ook je omstandigheid verandert. Het is ook vaak een vicieuze cirkel, hè? Mensen blijven erin hangen. Uh-huh. Terwijl als je één keer de cirkel omdraait, dan opeens gebeuren er ogenschijnlijk wonderen. Maar die creëer je volgens mij van binnenuit. Ja. We gaan ons zo vereenzelvigen, identificeren met die conditioneringen, dat we onszelf niet meer herkennen achter die conditioneringen. We raken onszelf dus kwijt. En daarom zeg ik dus ook, verlichting is eigenlijk veel makkelijker dan je denkt, omdat het gewoon een kwestie is van uit die conditioneringen stappen. En een van de belangrijkste conditioneringen, dat is ook het breekpunt geweest na die 14 jaar voor mij, is de conditionering dat om verlicht te worden, dat je daarvoor heel hard moet werken, moet zoeken, moet ploeteren, levens bezig moet zijn, alles voor op moet zeggen. En dat je dan misschien straks in de toekomst verlicht gaat worden. En dat is ook een hele belangrijke conditionering geworden. En ik realiseerde op een gegeven moment dat ik ook in die conditionering nog steeds zat door spiritueel te zoeken. Je bent nog steeds aan het zoeken. Je bent nog steeds op weg om het te worden. En dat was voor mij een enorme bevrijding toen ik dat zag, dat concept doorzag, kwam ik eigenlijk nog veel dieper terug in mezelf en realiseerde ik me van ja, het is er al. Het is er allemaal al lang. En het grappige is dat de twee iconen van verlichting die ons door de wereld worden voorgehouden als zijnde van nou, dit is het summum van verlichtingen, Jezus en Boeddha over het algemeen. Jezus wordt eigenlijk altijd lijdend afgebeeld, waarmee dus dat beeld bevestigd wordt van dat je dus moet lijden om er te komen. Dat een moeilijk pad is. En bij Boeddha wordt het zoeken zo benadrukt. Hè? Het achtvoudige pad en de lange weg die hij heeft afgelegd om uiteindelijk dan tot verlichting te komen. Waarmee dus wordt benadrukt van zoeken en lijden zijn inherent verbonden aan verlichting. Oh, maar dat is juist leuk. Dat is juist zo leuk, die vogels. Maar dat is niet... Nee? Ja, dat stort. Zal ik even buiten naar buiten lopen? Kijk, komt er Ja, ik vind het helemaal geweldig, die vogels. Amsterdamse, kijken. Ik loop even naar buiten. Kijk jij even. Hoge ceiling, zeg. Ja, dat is een heel apart hotel daar. Ja, weet je... Het is nu rustig, maar soms komen ze met z'n allen en dan is het in hel of kerst. En dan is het helemaal te verzamelen. Dat is even de uitdaging. Het ziet er prachtig uit bij jou. Het is
Ongelooflijk hier. Voel je de stilte? Ja. Voel je gewoon door het beeld heen. Dat vind ik, dat is echt zo... Dat voel je goed, ja. Dat is, zo ervaar ik het ook. Maar dit is een magische plek. Vertel eens, wat is zo magisch aan die plek? Eigenlijk alles. De energie, vooral de energie. De schone lucht. Echt zo puur. Water. Groen. De natuur. Ja. Het echt gevoel dat je hier ontstrest, decompresst. Ja. Wat ik net al zei, die stilte weer meer kan herinneren. Hoor dat je niet meer terugkomt. Als ik dit echt wil doen, dan moet ik ook echt een beslissing nemen. Een interne, zeg maar. Een emotionele, mentaal, maar ook gewoon echt ervoor gaan. Ja, als ik niet meer terug ga, dan kom ik in dezelfde cyclus terug. Van ik ga even daar aan toe, kom weer even terug. En ja, het was gewoon een moment van, ja, nu ga ik het doen. Waar? En waarom nu? Want je vrouw en kinderen zijn nog hier. Ja, ik weet... Mijn ervaring is, als er iets moet gebeuren waarvan ik weet, van, nou, dat is goed voor iedereen. Goed, niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn gezin. Dan ben ik vaak de eerste die het doet. En nou ja, blijkt maar, Carolien komt nu ook. En hier in Ecuador kunnen we eigenlijk hetzelfde doen. We kunnen mensen helpen zichzelf te helpen. Carolien vertelde mij over jouw zusje. Dat zij toch wel een soort inspiratie voor jou was om op zoek te gaan naar bewust of helend eten, laat ik het zo zeggen. Klopt. Ik heb het hele ziekteproces. Mijn zus had een... Jini had een, wat ze noemde, een ongeneeslijke auto-immuunziekte. Ja. Dus ik ben met haar stad en land af geweest om te kijken naar een oplossing. Eigenlijk de hele wereld onderzoekt om te kijken hoe ik kan beter worden. Want ze was dus ongeneeslijk verklaard en dat kon ik niet accepteren in die tijd. Nou, daar heb ik heel veel geleerd. En ja, ook ingezien dat soms iets niet de bedoeling is. Wat was die impact van jouw keuzes op jouw gezin en je vrouw? Jouw transformatie, ja. Jouw nieuwe begin. Het klinkt dat jij begon overnieuw, hè? Een andere levenswijze, spirituele levenswijze, ja. Bewust eten. Wat was die? Was je ook bewust van de impact? Ik was me niet zo bewust van dat het zo ontwrichtend werkte. Want op het moment dat je een heel ander leven kiest qua alles, dan is er zoveel afstand op dat moment. Tenminste, zoals ik het ervaarde. Daar was ik me niet bewust van, maar ik voelde wel dat er ja, een gigantisch verschil was in de manier van leven van waar Carolien op dat moment voor koos en waar ik voor koos. Dus dat heeft wel de nodige uitdagingen gebracht. Kun je een voorbeeld geven? Nou, onze scheiding onder andere. We communiceren niet meer. Zo'n andere focus van life, zeg maar. Maar bij mij ging alles om van hoe krijg ik alles weer zo schoon, zo gebalanceerd mogelijk. Dat was mijn focus, hoe heel ik mezelf op alle vlakken. Dat was best een pittige periode voor ons. Ja. Oh, de verbinding. Connection lost. Toch gestopt. Nou, crucial moment. Gaan we weer bellen. Maar gewoon verder. Are you... Oké. Ik hoor je niet hoor, één momentje. Ja. Wat zei je? Ik versta, kan je iets vertellen over je doel in Ecuador? Ja. Ja, behalve hier natuurlijk leven, is mijn doel om, wat ik net al zei, hetzelfde te doen en een centrum te beginnen hier. Centrum waar mensen samen kunnen komen, lekker kunnen ontspannen, maar ook kunnen regenereren. Regenereren op elk niveau. Op dit moment is er een investeerder aanwezig die heel graag wil dat we hier in Vilcabamba een mooie eco-community, healing center, conference center, alles erop en eraan. Stel, meer gaan zetten. En ja, dat is wel iets waar ik heel enthousiast over word. Vertel eens, hoe voel jij je daar nu alleen de laatste paar dagen? Nou, op zich voel ik me heel goed, maar ik mis toch
het contact. Ik zie dat het me toch wel heftig raakt dat ik hier alleen zit nog. De afgelopen 3 dagen heb ik dat heel heftig ervaren. Ik dacht dat ik dat beter kon, ja. Mensen vragen, hoe kan je nou in godsnaam je familie achterlaten? Hoe kan je dat? Ik zeg, nou ja, dat is een interpretatie. Dat is een interpretatie. Ik laat ze niet achter, ze zijn daar en... Ze zijn hier! Ze komen... Hoe voelt dat hier? Zo, kijk eens even. Dat papa daar... Dag Luna, dag Thomas. Hoi papa. Hoe gaat het? Schatje van me. Dag schatjes van me. Ja. Is het leuk in Ecuador? Het is fantastisch hier. Heb je al vaak paard gereden? Ja, ik heb Thomas een paard gereden. Ik heb een beetje spierpijn. We hebben 4 uur gereden gisteren. En ik, je weet, ik rijd geen paard. Dus ik heb een training van 4 uur achter de rug. En dat voel ik wel, ja. Die kleine hier, die mist jou ontzettend. Ja, Thomas. Ik mis hem ook. Gigantisch. Hij heeft vanmorgen flink zitten huilen om papa. Hè? Maar des te mooier wordt het moment dat we elkaar weer zien. Ja, hè? Toch, Thomas? Ja. Toen ik voor het eerst het nieuws hoorde over de economische crisis, zat ik echt met een glimlach op mijn mond te kijken naar de televisie. En toen zei ik tegen Robin, wat raar is dit. Ik geloof dat er gewoon wel op de wereld iets gaande is. En dat hoe erg het ook is dat mensen straks misschien inderdaad in hele erge situaties komen. Nou ja, geen huis, geen dak boven hun hoofd of wat dan ook. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar ik vind geld zelf... ja, een raar soort bedenksel van mensen. En ik vind ook dat er iets moet veranderen. En dat is wel waar ik de afgelopen maanden heel erg mee bezig ben. Ik vind dat er op de wereld iets gaande is. En in microniveau lijkt dat iets wat in mijzelf ook gaande is. Ik denk dat heel veel mensen er nu wel klaar voor moeten zijn. Omdat we in een tijd leven waarin oude waarden en oude structuren gewoon letterlijk aan het instorten zijn. Dus het hele idee van meer, groter, verder, turbo, mega, weet je wel. Onze hele economie is daarop gebaseerd. Dat werkt gewoon niet meer. En dus gaan mensen vanzelf op zoek, noodgedwongen, naar andere waarden. En dan kom je toch op stiller, rustiger, introspectiever, liefdevoller, holistischer. Wij denken vaak van, we kunnen het allemaal bevatten en begrijpen en we kunnen oplossingen bedenken. En ik denk dat de oplossing niet in de mind ligt, in die zin, in onze verstandelijke, rationele vermogens. Maar veel meer op het gebied van het hart en van meer vanuit de spirituele dimensie. En ik vind het heel mooi wat Einstein ooit een keer vertelde, dat een probleem nooit is op te lossen op het niveau waarop het ontstaan is. En wij proberen nu continu op datzelfde niveau problemen op te lossen. Dat zie je in de politiek. En dat leidt tot niets. Want we blijven maar elke keer dezelfde dingen creëren. Dezelfde problemen creëren. Ook maar een perspectief. Een nieuw, wat is nou eigenlijk een nieuw leven? Als Kjong naar Ecuador gaat, is dat omdat het een andere omgeving is nieuw? Of brengt hij zijn karma met zich mee? Omdat Tijn zoveel jaar gemediteerd heeft en terugkomt, is dat dan nieuw? Of is hij nu hier met een ander perspectief? Omdat Jacqueline geconfronteerd wordt met een
maanverandering, is dat dan een nieuw leven of heeft ze een mogelijkheid om zich te transformeren als mens? Een nieuw leven is een, denk ik, een weten dat je een keuze hebt. Elke dag kun je voor een nieuw leven kiezen zonder dat je iets verandert. Je kunt kiezen voor positiviteit of dankbaarheid of wat er ook gebeurt, ik zal het accepteren. Dat is ook een nieuw leven. Het hoeft niet een grote reis te zijn of een verandering van baan. Je kunt in de baan zelf een nieuw leven beginnen. Het was heel grappig. Ik zat op een bepaald moment weer les te geven, zoals ik al dat ik maar deed. En op een gegeven moment had ik zo genoeg van mijn eigen antwoorden dat ik op een bepaald moment ook letterlijk zei: ik weet het gewoon niet. Want mensen kwamen ook naar mij toe van: ja, ik heb dit en dit probleem en wat zou jij doen als je mij was en zo. En ik realiseerde me dat ik daarmee ook de afhankelijkheid in stand hield. Hè? Van, ik ben de wijze of zo en jij bent de leerling. Of ik ben de therapeut en jij bent de cliënt. En ik realiseerde me dat ik daarmee dus dat hele spel gewoon in stand hield. En dat mensen nog steeds niet in hun kracht stonden. Dus op een dag dacht ik van, nou, fuck it. Ik weet het niet. Zoek het lekker zelf uit. En dat was heel grappig, want ik zat er dus toen een klas mensen voor me, zeg maar, die echt zo van, huh? Hij weet het niet. En het was bij mij een enorme vrijheid. Ik ging echt zo achterover zitten van, nou, ik ben benieuwd wat jullie nu gaan doen. En maar bij hun ook. Na eventjes, hè. Dus na een minuutje van, soort van, oké. Lekker eigenlijk. Wilt u naar aanleiding van deze uitzending reageren of een gratis programmagids bestellen? Bezoek dan onze website boeddhistischeomroep.nl. DVD's van onze programma's kunt u bestellen op 010 411 3977.